Goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag maandag en het is de tweede paasdag. Ik ben helemaal aangekleed. Ik heb, zoals ik gisteren aan het einde van de video al zei, mijn outfit van gisteren even aangedaan. Omdat het jurkje niet meer lekker zat. Ik heb dit shirtje aan. Deze komt volgens mij bij de H&M vandaan. Ik heb deze... Volgens mij heb ik hem ook in het wit gehad. Weet niet zeker meer. En dit rokje. Deze rokje is van de Action. Heb ik echt al heel erg lang. Maar blijft gewoon heel erg leuk. Dus die heb ik aan. En dan gewoon lekker mijn sneakers van de Primark eronder, mijn fake fans. Ik ga naar beneden. We gaan namelijk de tweede paasdag ontbijten. En een collega van mijn vader komt ook gezellig mee ontbijten. En ja, super gezellig. Je zal misschien denken, huh, collega van je vader. Het is een collega van mijn vader, maar het is een vriend van ons. Dus vandaar is dat hartstikke leuk en gezellig. Ik ga naar beneden. Ik ga even helpen tafel dekken en alles doen. Ik heb heel licht make-up opgedaan. Verder niet helemaal veel poespas. Ik denk lekker natural today. Lekker relaxed. Dus we gaan zien wat we vandaag allemaal gaan doen. Tatoeages gaan trouwens best oké. Die zitten nog steeds op. Die ook. Maar dat gaat best goed. Ik ga ze even insmeren. En dan kan de dag gaan beginnen. Een beetje keelpijn. Een beetje schor. Dus ik ga even gaan wat drinken. Misschien dat dan weer weggaat. Omdat het beter gaat. Dus let's go. Laten we beginnen. Dag 2 met Pasen. Niet echt door mijn zonnebril, maar let daar niet op. Ik ben helemaal ready. We hebben lekker paasontbijtje gehad. Ik heb niks gefilmd. Oh, de leftovers staan nog op tafel. Maar wij gaan nu eventjes de radio zoeken. We gaan nu naar Aventuria. Oké, de blok. Nou, even een radiozender opzetten dan. Oh, even. We gaan dus. Ik zeg gewoon helemaal niks. Ik zou even gewoon tandenborsten door mijn tanden halen trouwens. Ik zie dat mijn eten nog leftover zit. Volgens mij. Oh, je hebt land in. Nee. Ja, staat in alle feesttenten. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Dus, precies, met een 8 en een 1. De hond? De buurtjes? Ja. Of doe je het gewoon zelf? Met hulp van de ANWB. Met de nieuwe vijf... Oh, maar goed, zoals ik zei. We gaan nu dus naar Aventuria. Met onze coole bak en ja. Zijn we teruggekomen van Aventuria vandaan en nu zitten we, ja, we zitten in de auto, mijn vader en ik. Ik ben namelijk met mijn vader meegegaan. Hoorde ik dan? We zijn dus nu naar België. We zijn nog in België, we zijn Antwerpen afgelopen en we gaan even
soort van picknicken in de auto. Ja, ik vlog met mijn mobiel op mijn camera, heb ik gesloopt. Ja. Ja, mijn probleem. Dus we gaan even een broodje eten en dan gaan we nu weer door. Mensen, ik ben thuis en wat een dag. We hebben onderweg naar huis nog even een Starbucksje gehaald. Lekkere ijskoffie, ik had een karamel. Iced caramel latte. Super lekker. Die heb ik lekker opgedronken onderweg. We hebben drie podcasten van Nielson geluisterd onderweg. Super interessant. Met Jochem Meijer, Wietse de Jager en Dennis Storm. Super leuk. Echt, ik vond het heel tof. Normaal, ik ben niet echt iemand die tijd neemt om podcasts te luisteren. Maar nu, lekker in de auto. Was wel lekker. Ik ga het editen. En daarna ga ik lekker slapen en me omkleden. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Doe mijn duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen. Doeg!